De gemeente Leeuwarden heeft besloten om te stoppen met het landschapbeheer door de schaapskudde en over te gaan op maaien met machines. Dat betekent dat er na 8 jaar een einde komt aan het maaien met schapen en daarom maakten de schapen samen met de schaapsherder een afscheidsrondje door Zuiderburen. Het laatste rondje van de schapen vandaag door Zuiderburen. Ja. Het is wel een beetje jammer dat ze nu uit het beeld gaan verdwijnen. Ja, we krijgen ook heel veel reacties van, hè, want je loopt zo'n route dan mee en dan krijg je ook, je ziet hoeveel mensen erop afkomen en je komen ook mensen naar buiten en daar spreek je even mee en die vinden het ook allemaal zo jammer. Die zeggen van ja, maar dit is toch wel heel snel gegaan zo, hè, dat het, ja, schande. Er waren best nog wel veel mensen. Ja, er was al een hele hoop enthousiasme om nog even een keer mee te lopen. En we hadden er mooi weer bij. Dus, en het was een beetje hollen, want de schapen gingen wel snel. Dus we hebben onderweg ook wat mensen gelost, volgens mij. Maar het was wel grappig. Is het vandaag ook een beetje een emotionele dag voor u? Ja, een beetje wel. Maar ik zie het als een afscheidsronde. En het is wel hartverwarmend om dan te horen dat mensen het zo leuk vonden, zo gewaardeerd hebben. En dat ze dan ook vandaag nog even hun gezicht laten zien. En we praten natuurlijk zo links en rechts met al die mensen. Nou ja, dat is mooi. Hè? Dan is het ook een mooie afsluiting. Hoe komt het zo dat de gemeenteraad besloten heeft om hier niet meer mee verder te gaan? Ja, dat is voor ons ook een raadsel. Wij lazen het afgelopen zaterdag kwam het bij ons, hè, via de pers. En toen hebben wij meteen schriftelijke vragen erover gesteld, hè, ZFNP. En zodat de wethouder in het openbaar eigenlijk moet antwoorden van ja, wat nou echt de reden is en of het niet anders kan. En toen is dat balletje gaan rollen. Hè. Jullie hebben het opgepikt. En allerlei andere lokale, maar ook landelijke media die er toch wel op zijn gedoken. En de gesprekken zijn nu wel gaande. Hè. We proberen er alles nog aan te doen om dit nog te keren. Nou is er ook een petitie aangetekend voor dat eigenlijk de schapen nog steeds het maaiwerk blijven doen. Is daar al iets over bekend wat daar verder mee gedaan gaat worden? Ja, nee, dat weet ik niet. Er is vanuit de buurt, denk ik, vanuit de wijk Zuiderburen vooral een petitie opgestart. En ik heb gehoord dat daar al veel handtekeningen onder staan. Maar of dat dan vervolgens waar dat ingeleverd wordt en wat de gemeente daarmee gaat doen, ja, dat is afwachten. En hoe is dat zo gekomen? Want jullie kregen op een gegeven moment een bericht vanuit de gemeente van we gaan het anders oplossen. Of hoe is die communicatie met jullie gegaan? Op een gegeven moment vroegen wij, wij wisten wel dat het contract afliep. Hè? We hebben het afgelopen 4 jaar een contract gehad en daarvoor ook 4 jaar. En op een gegeven moment, daar zit een einddatum aan. Dus het groeiseizoen is klaar, het schapenwerk nu voor dit seizoen is klaar. Dus dan pakken we op en dan gaan we weg. En toen hebben we wel de vraag gesteld, we willen wel graag weten of jullie volgend jaar weer met schapenbegrazing verder gaan. Want dan moet ik beslissen of ik wel of niet die schaapskudde aanhoud in de winter, of ik ze de winter doorhaal, zeg maar, zodat ik in april weer met die schapen aan de slag kan. Nou, en toen kwam een mededeling, we hebben het dus tegen het licht gehouden en we hebben eindelijk besloten om geen schapenbegrazing meer in te huren. We kunnen dat ook met maaien oplossen. Dus. Was dat een grote verrassing voor jullie? Ik vond het wel vervelend om het zo definitief te horen, hè, want we hebben 8 jaar heel erg ons best gedaan om iets moois neer te zetten, denk ik, met schapenbegrazing. Ik voelde wel een beetje aankomen afgelopen jaren dat ze gewoon op een of andere manier aan het sturen waren naar iets anders of stoppen met schapen. Dat voel je al een beetje, hè, in de contacten. Is het nog te keren? Ja, we hebben net wel gehoord gekregen dat er toch wel wat telefoontjes al met de wethouder, betreffende wethouder geweest zijn. Dus we hebben in die zin goede hoop. Ja, en we zitten er bovenop en je ziet hoe het leeft bij de mensen. Je hebt net ook een paar mensen geïnterviewd, hè, de herders en misschien wat omstanders. Ja, die zijn er gewoon, die balen er ook enorm van, hè, dat het zo moet. Dus er zit eventueel nog een kleine kans in dat we volgend jaar toch de schaapjes nog terug gaan zien. Dat is als het aan ons ligt wel. Ja, dan hebben jullie contact met de gemeente en daarin werd al een beetje duidelijk van, misschien willen we er wel mee gaan stoppen. Wat ik zelf heel jammer vond, was dat we hebben de afgelopen 3 jaren, elke keer in het voorjaar, aangeboden van, wij willen wel eens met een ecoloog die verstand heeft van begrazing met schapen, een inspiratiebijeenkomst beleggen met alle medewerkers van de gemeente, van hoog tot laag, die ermee te maken hebben. Dan kunnen we die kennis en ideeën daarover eens uitwisselen. En dan kunnen we ook beter uitleggen van wat zit er nou achter dat verhaal met die schapen. Want er is een heel verhaal bij waarom dat ecologische begrazing is, hoe je dat dan aanpakt, wat het effect daarvan is, wat mag je nou wel verwachten, wat niet. Is dat bewezen of niet? Kunnen we daar eens onderzoek naar doen?
al dat soort dingen, daar had ik nou met de gemeente wel eens over willen praten. Maar daar gingen ze dus niet op in. Daar wou de gemeente niet over in gesprek? Nou ja, we hebben een paar keer die uitnodiging gedaan en daarna hoor je niks meer. Dus dat is een van de dingen waar je aan merkt, nou, als ze nou enthousiast waren, dan zouden ze dat oppakken. Maar kennelijk houden ze wat afstand. Nou zijn de schapen nu hier achter bij de geluidsval hier naartoe gebracht. Wat gaat er verder met de schapen nu gebeuren? Nou, dit is nog wel even een mooi plekje om ze neer te zetten, want dan zijn ze heerlijk zichtbaar op een mooie manier op die grote bult. Hè, vanaf de Drasterweg, iedereen die Leeuwarden binnenrijdt, die ziet dat plaatje van die schapen op die bult. En van hieraf gaan we ze denk ik volgende week ophalen. En dan vervoeren we ze naar omgeving Heerenveen. Ik heb daar een heel netwerk van melkveehouders die in de winter nog wel graag wat schaapjes in hun land willen om het restantgras, zeg maar, wat de koeien hebben laten staan en wat ze niet meer kunnen maaien, om dat dan nog even kort te maken. En dan daarna? Ja, nou kijk, wij hielden er ongeveer 350 schapen op na voor de gemeente Leeuwarden. Het wordt voor mij wel wat duur om die de winter door te helpen, want daar zit toch wel zo'n beetje 15 manuren per week aan vast, aan één zo'n koppel. Dus ik denk toch wel dat we tussen nu en januari in overleg gaan met collega's schaapherders elders in het land, of die schapen willen overnemen. En dan gaan ze één voor één ergens anders in het land hun werk weer vervolgen? Waarschijnlijk met 50 of 80 of 100 tegelijk dan. Hè? Maar we hebben dus 300 schapen te veel straks. En nou, daar vinden we wel weer een plekje voor bij collega's schaapherders in het midden van het land, in het zuiden van het land. Die hebben allemaal best wel wat schapen verloren weer aan blauwtong. Vorig jaar, maar dit jaar eigenlijk weer. Dus die zitten te springen om aanvulling, want ja, anders kunnen ze hun begrazing volgend jaar niet goed uitvoeren. Dus ik denk dat ik die wel kan helpen met een koppelschapen.